Goedenavond. Om coronapatiënten te verzorgen stellen sommige ziekenhuizen medische ingrepen uit. Het UZ in Gent waarschuwt zelfs dat ze covid-patiënten niet langer een voorkeursbehandeling kunnen geven. Iedereen zal de basiszorg sowieso verkrijgen. Maar we gaan geen voorkeursbehandeling meer voor deze groep instellen ten opzichte van de andere patiënten. De Vlaamse ministers vinden maar geen akkoord over nieuwe maatregelen bij ons tegen de klimaatverandering. Onder meer in de bouwsector worden grote ingrepen verwacht. Een verplichting is nooit aangenaam, maar het is zeker een goede stimulans. En met alle maatregelen die er zijn, steunmaatregelen die er zijn van de overheid, wordt het ook zeker betaalbaar. Op de internationale klimaatconferentie in Glasgow beloven 40 landen het gebruik van steenkool geleidelijk af te bouwen. Man City verdient zeker en vast om te winnen vandaag, maar die uitslag gaat niet zo groot moeten zijn. En de wedstrijd in de Champions League van Club Brugge tegen Manchester City gisteravond eindigde op 4-1. Goedenavond. Verschillende Belgische ziekenhuizen trekken aan de alarmbel. Want de stijgende coronacijfers hebben opnieuw hun weerslag op de afdelingen intensieve zorg. De werkdruk is op sommige plaatsen opnieuw te hoog. We zien het weer vollopen. We hebben een heel zware zomer achter de rug. En dan nu eigenlijk voelen we terug dat er een nieuwe golf aankomt. Dat maakt me wel wat zorgen. Op de afdelingen intensieve zorg liggen nu 343 patiënten, het hoogste aantal sinds begin juni. Sommige ziekenhuizen moeten nu al operaties uitstellen omdat er te weinig bedden op de afdeling overblijven. Volgens bepaalde ziekenhuizen is het ook niet meer houdbaar om bedden te reserveren voor covid-patiënten. De afdeling intensieve zorg in het Hasseltse Jessa ziekenhuis. Het aantal bedden voor covid-patiënten werd hier al verhoogd, maar de afdeling ligt bijna vol. In ons ziekenhuis gaat het momenteel niet zo schitterend, gezien we in fase 1a zitten. Dat betekent dat we moeten opschalen naar 12 intensieve bedden, waarvan er nu al 9 bezet zijn. En dat heeft gevolgen. Meer bedden voor covid-patiënten betekent minder bedden voor andere behandelingen. Een deel van de ingrepen waar achteraf intensieve zorg voor nodig is, moet uitgesteld worden. Het gaat dan vooral over hartoperaties, oncologische ingrepen, neurochirurgische ingrepen, dus ingrepen die zware intensieve zorgen nodig hebben. Van andere afdelingen moet personeel bijspringen op intensieve en dat lukt soms niet. Op sommige diensten is 10% van het personeel afwezig. Ja, het eten is er. Ja, ik zal dat brengen. We voelen terug eigenlijk de grote druk stijgen, de werkdruk stijgen. Veel collega's die uitgevallen zijn, collega's die voor iets nieuws gekozen hebben. En dit maakt nu eigenlijk dat we eigenlijk nu al tegen de reserve aanzetten. Het moet nog beginnen. Ook in het UZ Leuven worden ingrepen uitgesteld. De voorbije 2 weken hebben we de capaciteit van onze operatiezaal met ongeveer 10% moeten verminderen. En vanaf morgen gaan we naar een vermindering van de capaciteit met 20%. Dus 1 op de 5 operatiezalen gaat gesloten worden. In het UZ Leuven werd vorige week donderdag een patiënt met een hersentumor van de operatietafel gehaald. Er waren door een grote toestroom van coronapatiënten plots bedden te weinig. Op dat moment zijn we dan inderdaad verplicht om keuzes te maken. Waarbij het zeer, zeer, zeer spijtig is dat een patiënt die al in de operatiezaal is, gelukkig nog niet in slaap, laat het duidelijk zijn, hij lag klaar om onder narcose gebracht te worden, dat die patiënt dan het nieuws krijgt, ja, het gaat vandaag niet lukken, u mag terug naar de kamer en we gaan u een ontbijt geven. Maar het UZ Gent wil komaf maken met de voorrang van covid-patiënten. Zeker omdat velen niet gevaccineerd zijn. Dat maakt het inderdaad nog wat moeilijker om te verkopen, ook naar het personeel toe. Dat is dat de grote meerderheid van de patiënten met covid die op intensieve zorg terechtkomen, inderdaad nog altijd patiënten zijn die eigenlijk met een eenvoudige prik dat hadden kunnen vermijden. Iedereen zal de basiszorg sowieso verkrijgen. Maar we gaan geen voorkeurbehandeling meer voor deze groep instellen ten opzichte van de andere patiënten. Laten we dan eens kijken naar de meest recente coronacijfers in ons land. Die stijgen dus nog altijd. Dagelijks worden nu bij gemiddeld 7.758 mensen
Een coronabesmetting vastgesteld. Een stijging is dat met 36% tegenover een week geleden. Elke dag worden er zo'n 164 coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. En dat zijn er ruim 30% meer dan vorige week. In totaal liggen nu 1858 covid-patiënten in het ziekenhuis, van wie er, dat hoorden nu al, 343 intensieve verzorging nodig hebben. En elke dag sterven er nu gemiddeld 20 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, maakt zich intussen grote zorgen over de toenemende hoge coronacijfers in Oost-Europa en Centraal-Azië. De 53 landen in die regio zijn goed voor bijna 60% van alle vastgestelde besmettingen wereldwijd. We zijn het epicentrum, zegt directeur Hans Kluge. Om de groei in besmettingen te doorbreken, moeten we niet alleen vaccineren, maar ook andere preventieve maatregelen nemen. Nooit had Kroatië meer gemelde besmettingen dan vandaag. Artsen waarschuwen voor de groeiende druk op de ziekenhuizen. Sterk stijgende coronacijfers in 53 landen van de regio Europa baren de WHO zorgen. Last week, Europe and Central Asia accounted for 59% of all cases globally and 48% of reported deaths. We are once again at the epicenter. Dat er in flink wat van die landen zoals Kroatië of Rusland maar weinig mensen gevaccineerd zijn, speelt een grote rol in de stijgende besmettingen, zegt Kluge. Where vaccine uptake is low, in many countries in the Baltics, Central and Eastern Europe and the Balkans, hospital admission rates are high. Maar ook gevaccineerden kunnen nog besmet geraken. Om de opwaartse spiraal van besmettingen te breken, moeten overheden actief bijkomende maatregelen nemen, zoals mondmaskers. Testing, contact tracing, the ventilation in indoor spaces and physical distancing remain part of our arsenal of defense. Doen landen niets of reageren ze als het te laat is, dan gaat dat deze winter extra levens kosten. According to one reliable projection, if we stay on this trajectory, we could see another 500,000 COVID-19 deaths in Europe and Central Asia by the 1st of February next year. In de Verenigde Staten zijn ze dan weer begonnen met de vaccinatie van kinderen tussen 5 en 11 jaar oud. Zij kunnen twee prikken krijgen van het Pfizer-vaccin, weliswaar met een aangepaste kleinere dosis. Ook Laila in Californië was bij de eerste kinderen van de leeftijdsgroep van 5 tot 11 om een covid-prikje te halen. Altijd spannend, zo'n spuitje. Dus beter niet kijken. En dan valt het altijd wel mee. I was a little scared. It hurt a tiny bit. De Verenigde Staten zijn het eerste land dat zo'n algemene vaccinatiecampagne opzet voor zo'n jonge kinderen met een Pfizer-vaccin met een aangepaste dosis. De gezondheidsautoriteiten zijn ervan overtuigd dat het veilig is. In clinical trials, vaccine side effects were mild, self-limiting and similar to those seen in adults. The most common side effect was a sore arm. De vaccinatie is niet verplicht. Het is aan de ouders om te beslissen of ze dat willen voor hun kinderen. Maar op veel plaatsen, zoals hier in Texas, is de belangstelling groot. We expect by end of day today that all of our appointments will be filled through Thanksgiving. We signed up the moment that we could. Which was last night. Which was last night, yes. Kinderen krijgen is niet voor iedereen een evidentie. Daarom laten steeds meer vrouwen hun eicellen invriezen om die dan later op een gepast moment in hun leven of relatie te gebruiken. Straks meer daarover. Maar nu eerst het Vlaamse klimaatplan. De ministers van de Vlaamse regering lijken er maar niet uit te raken. Voorlopig is het nog altijd wachten op een akkoord. Sinds 8 uur vanmorgen vergaderen ze opnieuw over extra maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen nog meer in te perken. Vlaanderen moet dan ook een tandje bijsteken. Het haalt zijn eigen doelstelling niet om over 9 jaar, tegen 2030, 35% minder broeikasgassen uit te stoten in vergelijking met 2005. Bovendien zijn de Europese doelstellingen intussen ook scherper gesteld. Op tafel liggen nu maatregelen over elektrische auto's, de verwarming van nieuwe huizen en de landbouw. En wie dat voor ons volgt is Bart Verhulst. Die staat in het kantoor van Vlaams minister-president Jan Bon op het Martelaarsplein. Ja, Bart, nog altijd geen akkoord. Dus waar knelt het schoentje juist?
Wel, de discussie gaat eigenlijk al een hele dag over het tijdstip waarop alle maatregelen die nu op tafel liggen moeten ingaan. N-VA heeft altijd gezegd, wat we ook beslissen, het moet haalbaar blijven. Terwijl de Vlaamse liberalen de voorbije toch met redelijk ambitieuze plannen en timings naar buiten zijn gekomen. Bijvoorbeeld als het gaat over auto's. Het voorstel was, vanaf 2027 mogen nieuwe auto's alleen nog elektrisch zijn. Maar de vraag is, moet dat opgeschoven worden naar 2028 of 2029? Misschien zullen er dan genoeg laadpalen zijn. Zelfde discussie eigenlijk als het gaat over nieuwbouwwoningen. Daar was het voorstel vanaf 2023 al, moeten die nieuwbouwwoningen alleen nog verwarmd worden elektrisch met warmtepompen. Ook daar is de vraag, moet dat niet opgeschoven worden naar 2026 of 2027? Zo is er eigenlijk al een hele dag geschoven met data in een politiek spel natuurlijk ook van geven en nemen. Eigenlijk om twee principes te gaan verzoenen, namelijk wat we beslissen moet ambitieus genoeg zijn, maar het moet ook realistisch genoeg zijn. Ja, en je gaf net al mogelijke maatregelen aan voor de auto- en de bouwsector. Zullen ook de landbouwers extra maatregelen moeten nemen? Wel, over landbouw hoor ik dat er een akkoord is. In dat akkoord zou niet staan dat er minder koeien in Vlaanderen zullen zijn. Is nogthans gevraagd geweest door klimaatexperten, omdat koeien een belangrijke rol spelen in de uitstoot van methaan, een ander soort broeikasgas dan CO2. Maar is de vrees, als wij minder koeien hebben, dan moeten we misschien vlees gaan importeren uit het buitenland. En wat is het klimaat daar dan uiteindelijk mee verder geholpen? Dus liggen er andere dingen op tafel, bijvoorbeeld de renovatie van stallen of andere soorten van veevoeder die gebruikt moeten worden. Nu, sowieso, de discussie over een kleinere veestapel zal nog wel terugkomen in een debat later dit jaar over het probleem van stikstof en mest. Okay, het laatste woord is daarover nog niet gezegd. Intussen is die internationale klimaattop al 4 dagen aan de gang. Waarom heeft de Vlaamse regering zo lang gewacht om die extra maatregelen te nemen? Ja, ook de oppositie vraagt zich dat af. Is dat nu echt nodig om zo last minute nog aan je huiswerk te moeten beginnen of bezig zijn? Nu, bij de Vlaamse regering hoor ik, kijk, in Glasgow hoeven wij geen nieuwe maatregelen, extra maatregelen aan te kondigen. Dat wordt niet van ons verwacht, maar we willen dat wel doen. Minister De Meer heeft bij het begin van de zomer al aan de andere partijen gevraagd om voorstellen te doen. En als ze natuurlijk pas vorige week binnenkomen, dan kunnen ze er pas deze week aan beginnen. Bij de andere partijen hoor je dan weer, ja, maar het is lang niet duidelijk geweest wat nu de bedoeling was van De Meer eigenlijk, wat haar doelstellingen waren. Daarnaast kan je ook wel wat kritiek geven op de manier van werken, digitaal, omdat sommige ministers in het buitenland zitten of gezeten hebben, waaronder minister De Meer zelf ook trouwens. Maar goed, beter laat dan nooit. De minister De Meer heeft ook altijd gezegd, als ik geen akkoord heb, dan ga ik niet naar Glasgow. Het ziet er wel naar uit dat ze zaterdag naar Schotland zal kunnen vertrekken, want ik heb net bericht gekregen dat ze in de laatste rechte lijn zitten en dat het akkoord dus wellicht voor vanavond is. En is het niet voor vanavond, dan is het voor morgen. Is mogelijk horen en zien we je terug in het late journaal. Dankjewel, Bart Verhulst. Wat ook op tafel ligt van de Vlaamse regering is het energetisch renoveren. Ofwel verouderde, slecht geïsoleerde woningen energievriendelijker maken. Concreet betekent dat dat wie in de toekomst een woning koopt die te energieverslindend is, zou verplicht worden om die energievriendelijker te renoveren. En dat binnen de 5 jaar. Het woonhuis van deze hoeve staat in ruwbouw, want het wordt volledig gerenoveerd. Energievriendelijk met nieuwe, duurzame technieken. Wel, deze woning had een gigantisch hoog energieverbruik, echt niet meer volgens de norm van vandaag. Dus we hebben beslist om de hele schil aan te pakken. Zowel de vloer wordt uitgebroken om te isoleren. Alle buitenmuren worden langs binnenuit geïsoleerd. Het dak wordt volledig vernieuwd. Zodanig dat, als er ook de ramen gemonteerd zijn met driedubbel glas, deze woning echt voldoet aan de norm van vandaag. Het bedrijf van Joris Haams is gespecialiseerd in de zogenoemde energetische renovatie. En dit wordt ook de toekomst in Vlaanderen. Misschien niet zo ingrijpend als hier, maar wie een huis koopt dat niet energiezuinig is, zal verplicht worden binnen een bepaalde periode energievriendelijk te renoveren.
Een verplichting is nooit aangenaam, maar het is zeker een goede stimulans. En met alle maatregelen die er zijn, steunmaatregelen die er zijn van de overheid, wordt het ook zeker betaalbaar. Zeker als je kijkt dat eventueel via een groene lening of een renteloze lening de maandelijkse kost zwaar kan drukken. En de besparing op je energieverbruik toch makkelijk 30%, 40%, 50%. Die gaat zeker de extra kost aan afbetaling compenseren. Dus eigenlijk kan het een nuloperatie zijn. En als het een verplichting is, kan het ook effect hebben op de prijs van een huis. Mogelijk kan de verkoopprijs van een huis hierdoor misschien wat dalen. Dat zou kunnen. Langs de andere kant is het zo dat op deze manier we er wel gaan in slagen om versneld het patrimonium te vernieuwen en op een niveau te krijgen dat we echt wel nodig hebben. En Bart Verhulst zei het al, ook de landbouw zal op termijn iets moeten ondernemen. Er is het grote stikstofprobleem, maar gewone koeien stoten ook veel methaan uit. Een van de schadelijke broeikasgassen. Kan een boer daar veel aan veranderen? Wel, we trokken vanmorgen naar twee melkveebedrijven in de Westhoek. Kapoes. Ja, dit is echt een moderne stal waar de koeien helemaal vrij kunnen rondlopen, zo te zien. Hè? Er is een vrijloopstal. En mogen wij erbij? Het mag, het mag. Boer Filip is trots op zijn stal en zijn melkkoeien. Die kunnen lief zijn, maar ze stoten ook allemaal methaan uit. Door de neusgaten en via de mest. Meer dan 1 miljoen Vlaamse koeien produceren zo bijna 10% van onze broeikasgassen. Ook de schattige kalfjes van boerin Suzanne werken hieraan mee. Het methaan zou kunnen opgevangen worden in gesloten stallen, maar dat zien deze boeren niet zitten. Zelf ben ik daar eigenlijk niet zo'n fan van. Ik denk dan eigenlijk eerder dat bijvoorbeeld de mestput dichtmaken en zo, dat al misschien efficiënter is en dat geeft minder invloed op de dieren zelf. Beide zien hun koeien graag in open lucht. Ze geloven meer in aangepast voer. Filip maakt dat nu al zelf. Leenzaad geeft een reductie naar de methaanuitstoot van minstens 10%, dacht ik. Maar meer kosten willen ze ook graag vergoed zien. Anders wordt het doorgerekend. Koeien wegdoen wordt lastig. En als ze nu goed geld zouden geven om koeien weg te doen? Wel, dat zou dan waarschijnlijk eenmalig zijn. Maar wij zijn nog jong, wat moeten wij heel onze carrière doen? Er gaat altijd voeding nodig zijn. Gaan ze dat ergens anders produceren? Maar wat gaat er dan gebeuren na dierenwelzijn, na duurzaamheid? U denkt, wat we zelf doen, doen we beter. Ik ben daarvan overtuigd zelfs. En sinds 4 dagen buigt een groot deel van de wereld zich over de klimaatproblematiek op de klimaatconferentie in Glasgow in Schotland. En als alle beloftes die er tot nu toe zijn gemaakt worden gerealiseerd, warmt de aarde op met 1,8 graden. Voor de conferentie van start ging, werd nog uitgegaan van een opwarming met 2,7 graden. Zo kwam er vandaag ook nog een andere belofte uit de bus van 77 landen om op termijn te stoppen met het gebruik van steenkool. Steenkool en bruinkool, zoals hier in Polen, staan momenteel in voor een derde van de wereldwijde energiebehoeften. Maar ze zorgen ook voor meer CO2 dan olie en gas. Een coalitie van 77 landen belooft nu steenkool op termijn niet meer te gebruiken voor elektriciteit. In de ontwikkelde landen tegen 2030, in de ontwikkelingslanden tegen 2040. I think we can say with confidence that coal is no longer king. The end of coal is in sight. Maar China, dat nog volop kolencentrales bouwt om groeiende energietekorten op te vangen, doet niet mee, net als de VS en India. Deze activisten zetten dan weer Japan onder druk. Japanese government-backed banks and private banks and the companies are still expanding coal despite their pledge. Eerder werd al beloofd om de methaanuitstoot, een zeer sterk broeikasgas, met 30% terug te dringen. Het Internationaal Energieagentschap, dat gaat toezien op de uitvoering van de beloftes, telde die allemaal samen en kwam tot een bemoedigend resultaat. If all the pledges on carbon neutrality and the methane pledges were to be fully implemented, we would have a temperature increase trajectory which is 1,8 degrees Celsius. This is excellent. Niet iedereen gelooft de berekeningen van het IAE. Klimaatactiviste Greta Thunberg noemt de klimaatconferentie zelfs een groot festival waarin iedereen zich groener voordoet dan de realiteit.
De omslag naar hernieuwbare energie moet de opwarming van de aarde meehelpen bestrijden. De Amerikaanse staat Californië is een echte voorloper op dat vlak. Zo bouwen ze daar op dit moment bij Stratford in de San Joaquin-vallei een van de grootste zonneparken ter wereld. Goed om meer dan 3 miljoen ton CO2 uit de lucht te houden en bijna 1 miljoen huizen van stroom te voorzien. Ook zonnepanelen op huizen zijn er intussen helemaal ingeburgerd. Californië wekt nu al 20% van al zijn elektriciteit op via zonne-energie in een staat met 40 miljoen inwoners. Een verslag van onze correspondent in de VS. De mannen van SunPower worden overstelpt met werk. Sinds een jaar moet elk nieuw huis in Californië verplicht zonnepanelen installeren. Steeds meer Californiërs installeren ook extra opslagbatterijen. We've installed more batteries this year than we ever have in our 12 to 15 year existence. With the blackouts being the way they are, with people being afraid of losing that power, the urgency to get that battery has risen. Dit is de andere kant van de zonnestroom in Californië. Op deze plek wordt het grootste zonnepark van Amerika gebouwd. Op Californische woestijngrond worden gigantische zonnepanelenvelden aangelegd. Californië haalt nu al 1/5 van zijn stroom. Uit zonne-energie. Ter vergelijking, in België komt amper 4% van de stroom via de zon. Saïd Jafarzadeh bestudeert stroomnetwerken aan de Universiteit van Bakersfield. Hij vindt zonneparken de toekomst, maar niet de panelen op het dak. I don't think that's the future for the same reason that you consume a lot of other stuff. You drink milk at home doesn't mean that you have a cow, right? Controlling these huge ones are much easier and it gives the utilities more options how to manage them. In ijltempo komt hier Westland Solar Park. Op termijn goed voor 2000 megawatt. Goed om stroom te leveren aan wel 1 miljoen huizen. Maar volledige omschakeling naar hernieuwbare energie is moeilijk. Ook al is dat de ambitie van Californië tegen 2045. The idea that you're going to completely rely on renewable energy, right? I'm talking technically. You have to have very good storage systems. We don't have them, right? So we have to rely a good percentage of our generation on fossil fuels. De toekomst is zonnig, maar het zal zijn tijd nog duren, ook in Californië. Ja, we hebben nieuws uit Brussel. We hebben niet tot vanavond moeten wachten, want er zou een akkoord zijn over het Vlaamse klimaatplan. We gaan meteen naar Bart Verhulst. Ja, Bart, weet je intussen meer? Wat is er zoal beslist? Wel, de inhoud van het akkoord ken ik nog niet. Ik weet alleen dat er een akkoord is. Dat is ons zo net bevestigd. En minister-president Jan Bon heeft het ook net op Twitter bevestigd. Ik lees even de tweet voor. De Vlaamse regering heeft zo pas een realistisch, ambitieus akkoord bereikt over bijkomende klimaatmaatregelen met inspanningen van alle sectoren. Daarmee schroeft Vlaanderen zijn klimaatambitie op van 35% naar 40% tegen 2030. Daarmee bedoelt hij 35% naar 40% minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 in vergelijking met 2005. Laatste knelpunten waren dus nog de timings waarop alle maatregelen die op tafel lagen moesten ingaan. Wat daar precies over afgesproken is, dat gaan we nu proberen te achterhalen. Dus vers van de pers, het Vlaamse klimaatakkoord is er. En dat betekent dus ook dat de minister van Energie, De Mier, kan vertrekken naar de internationale klimaattop in Glasgow. In Schotland en dat ze daar niet met lege handen zal staan, Hanne. Oké, dankjewel Bart. Is wachten op de details. We hopen dat we die vanavond nog horen. Dankjewel. Wie vandaag is gaan tanken, heeft het ongetwijfeld gemerkt. De benzine- en dieselprijzen staan op een recordniveau. Even op een rij. De prijs van benzine, 95, is met 3,1 cent gestegen tot ruim €1,76 per liter. En diesel is nu zelfs duurder dan benzine. Door een stijging met 4,3 cent betaalt u nu bijna €1,77 per liter. En dat voelt u dus ook in uw portemonnee. Spijtig dat ik gisteren niet ben gaan tanken natuurlijk. Maar ja... Inderdaad, want gisteren was de prijs van benzine en diesel lager dan vandaag. Het zijn recordprijzen aan de pomp en dat is soms verschieten. Ik heb onlangs voor een volledige tank rond het €40 betaald. En nu zit ik aan €45,33.
Dus dat is toch wel al direct weer een serieus stukje erbij. 1 euro scheelt dat nu voor mij. Ja, kijk, ja. Ik heb nu bijna 30 liter. Zo. En 3 cent per liter, ja. Dat is 1 euro, hè. Ongeveer. Ja. 1 euro is 1 euro. Hè. Ja. Hier 1 euro, daar 1 euro. Ja. Komt erbij. Hè. Voor een volle tank van 50 liter diesel bijvoorbeeld betaal je sinds vandaag 2,15 euro meer. De verklaring voor de prijsstijging is vaak dezelfde. De stijgende prijzen zijn een gevolg van het aantrekken van de wereldeconomieën waar verschillende landen eigenlijk de coronamaatregelen aan het afbouwen zijn. En dat heeft een gevolg op een stijgende vraag naar energieproducten. En voornamelijk in mobiliteit heb je die stijgende vraag. En dat leidt ertoe dat de prijzen stijgen omdat het aanbod niet volledig kan volgen op dit ogenblik. De vraag stijgt, het aanbod volgt niet en dus gaat de prijs omhoog. En dat betalen we rechtstreeks aan de pomp. Het is toch voor ons gezin toch redelijk wel, want wij werken beiden in Gent. Dus wij moeten telkens 2 keer op en af naar Gent per dag. Dus dat is toch al direct een serieuze hap uit ons budget natuurlijk. Abnormaal, hè. Abnormaal. Dat. Alles is nog nooit zo hoog gestaan. Dat is niet... Ja. Ik denk dat er veel mensen in de problemen komen van verwarming en betalingen. Ja. Hoe ouder je bent, hoe slechter de ijszakkwaliteit en hoe minder kans je hebt om zwanger te worden. En ik denk dat het belangrijk is dat de overheid daar ook publieke campagnes voor lanceert, zodanig dat we met z'n allen bewust worden van de mogelijkheden die er zijn eventueel om die verminderde vruchtbaarheid tegen te gaan. En om dat te voorkomen, kan je bijvoorbeeld je eicellen laten invriezen. Elk jaar kiezen meer en meer vrouwen hiervoor. Het gaat dan om vrouwen die momenteel nog niet zwanger willen of kunnen zijn, maar wel een kinderwens hebben. Zij kunnen hun ingevroren eicellen dan op latere leeftijd nog gebruiken. De vrouwen die dit doen, worden ook alsmaar jonger en ze zijn niet altijd alleenstaand. Dit zijn dus alle hormonen die ik heb moeten gebruiken om de behandeling te doen. Camille liet begin dit jaar haar eicellen invriezen nadat haar relatie op de klippen was gelopen. Ik heb eigenlijk heel lang geen kinderwens gehad. Maar ja, eens de breuk er was, ik besef, ik ben 36 jaar oud. Ik moet misschien wel in actie schieten en een soort verzekering nemen. En ze is niet alleen. In 2019 lieten 244 vrouwen hun eicellen invriezen. Dit jaar is er opnieuw een stijging. Er is een toename van de bewustwording, meer aandacht door de media, sociale media, vrouwen onder elkaar die informatie geven. Ook het profiel van de vrouwen die ervoor kiezen is de laatste jaren geëvolueerd. In het begin was de gemiddelde leeftijd 38, 38,5 en tegenwoordig is dat eerder 35. 20% zijn vrouwen met een partner, waarbij de relatie nog vrij jong is, nog vrij recent. Mensen die wat meer willen inzetten op duurzaamheid, enkel in een goede relatie een kind willen hebben. Ik wil ook liefst geen druk zetten op de nieuwe relatie. En dan dacht ik, oké, dit is een goed middel om eigenlijk ervoor te zorgen dat ik later wel nog kinderen kan krijgen. Maar op dit moment, voilà, ben ik dan ook gerustgesteld. Toch rust er nog altijd een taboe op. Ik heb het gevoel dat toch nog altijd vrouwen dat een beetje zien als een soort falen. Maar dat is het niet. Ik denk dat je heel goed moet beseffen, het is gewoon iets dat je doet voor jezelf, voor je gerust te stellen en eigenlijk om je meer tijd te geven. Dat kan ook zijn voor vrouwen die een carrière willen uitbouwen. Dat je niet meteen met die druk zet van nu moeten we daaraan beginnen. Nee, het geeft je tijd. Elk najaar vliegen miljarden vogels naar hun wintergebied. Onze broedvogels trekken naar het zuiden en vogels uit het noorden komen dan weer hier overwinteren. Vogelringers hebben het dan ook druk, want door de trekvogels te ringen kunnen ze zien hoe de vogelsoorten bij ons evolueren. En wij gingen meehelpen in Natuurpark Het Zwin in Knokke-Heist. De merel zoals we die kennen van in de tuin. Maar de kans is zeer reëel dat deze merel uit Scandinavië afkomstig is. Hè? En de kans is dat deze dame vannacht of gisteren de Noordzee is overgestoken. Het is onder meer die informatie die vogelringers willen verzamelen. De diertjes worden ook gemeten en gewogen. Voor de bezoekers van het natuurpark een leerrijke ervaring. Dat die elk jaar zoveel kilometer aflegt, dat die 250 kilometer per dag kan afleggen. Allee, per nacht, heb ik verstaan, dat die 's nachts vliegen. Een volwassen vogeltje. Ja, dat is een goede vraag. Volwassen is niet het juiste woord. Het is wel een volgroeid vogeltje.
Het is geen volwassen vogeltje, het is een eerstejaars. Het is een vuurgoudhaan die dit jaar geboren is. Dit jaar zijn in het Zwin al meer dan 5000 vogels geringd. Minder dan vorig jaar, maar wel opnieuw bijna 50 verschillende soorten. We hadden hier vorig jaar een goudhaantje. Dat is bij ons geringd. Zo'n klein vogeltje weegt 5 gram. En de dag nadien is het teruggezien in Kent, in Sandwich, ongeveer 140 kilometer hier vandaan. En met dat trekpatroon van vogels leert wetenschappers op lange termijn ook veel over de klimaatverandering. Vogels die minder ver gaan trekken, omdat ze dichter bij huis en bij hun broedgebied bedoel ik dan, kunnen gaan overwinteren. Dat zien we zeker. Vogels die hier ook gaan overwinteren, wat ze vroeger niet zouden gedaan hebben. Dus er zijn zeker en vast dingen die we vaststellen door klimaatverandering. Ja. Straks heb ik nog een tentoonstelling voor u. Eentje over heksen. Ze bestaan honderden jaren en ze zijn er nog steeds. Maar de heksen moeten nog even wachten, Katrien. Want jij hebt eerst veel voetbal met veel Europese wedstrijden. Ja, vierde speeldag, Hanne. Genk en Gent zijn nu aan de slag. Genk neemt het in de Europa League op tegen het sterke Engelse West Ham. Kort voor de rust staat Genk 1-0 voor. Racing Genk begint uitstekend. Ito met de perfecte pass op Peensel. Met een gekruist schot zorgt hij voor de 1-0. Een droomstart voor Genk. Het is enkele keren zelfs dicht bij de 2-0. Onwuachu krijgt een grote kopkans. En ook Ito werkt hier niet goed af. Genk is de gevaarlijkste ploeg, maar heeft dus al enkele grote kansen gemist. Genk West Ham is live te zien op Canvas. Later vanavond speelt ook Antwerp in de Europa League tegen Fenerbahçe uit Turkije. In de Conference League is AA Gent nu bezig tegen Partizan Belgrado. Als het wint, is het groepswinnaar. Bij het eind van de eerste helft is de stand in de Gelamco Arena 0-0. We brengen samenvattingen van die matchen in ons Europees voetbalmagazine om 11:20. In de Champions League heeft Club Brugge verloren op Manchester City. Het was een nederlaag met 4-1, maar club kon wel meer weerwerk bieden dan 2 weken geleden in het eigen Jan Breydelstadion. Toen werd het door Manchester City overrompeld. Nu bleven de Bruggelingen veel langer in de wedstrijd. De stand bij de rust was 1-1. Daarna werd het klassenverschil toch weer duidelijk. Geen Kevin De Bruyne in de basis bij City, maar ook zonder hem start de thuisploeg verschroeiend. Cancelo op de paal. Maar op het kwartier is de 1-0 toch een feit. Foden staat net geen buitenspel en tikt de voorzet van Cancelo in doel. Een nieuwe afstraffing dreigt, maar club reageert. Van Aken net niet. De Ketelaren brengt opnieuw voor en Stones werkt de bal ongelukkig in eigen doel 1-1. De gelijkmaker geeft Brugge vertrouwen. De Ketelaren met een schot. Ederson redt. Ik vind dat de ploeg veel beter heeft gepresteerd dan in de thuiswedstrijd. Dat er de goede lessen zijn uitgetrokken. Ze hebben een goede organisatie gespeeld, maar met de lef om te voetballen ook. En kansen te creëren. In de tweede helft krijgt de Ketelaren nog een kans op de 1-2. Hier zat meer in. En meteen daarna slaat City genadeloos toe. Maar Res mag volledig vrijstaand binnenkoppen. 2-1. En 20 minuten voor tijd wordt ook Sterling uit het oog verloren. 3-1. Defensieve fouten doen club de das om. Die foutjes die gebeurd zijn op die doelpunten, daar gaan we hard aan werken om die de volgende maanden eruit te kunnen halen. Maar dat is mijn job dan om te doen. Kevin De Bruyne komt nog een kwartier mee voetballen. En met hem in de ploeg wordt het nog 4-1 via Jesus. Het einde van de rit vind ik 4-1 ook een overdreven score. Man City verdient zeker en vast om te winnen vandaag. Maar die uitslag had niet zo groot moeten zijn. Club Brugge zal nog fel strijd moeten leveren om de derde plaats in de poelen te behouden en dus te overwinteren in de Europa League. Want het Duitse Leipzig is een punt dichter bij club geslopen. Terwijl club verloor, heeft Leipzig gelijk gespeeld tegen Paris Saint-Germain. Bij PSG ontbrak Lionel Messi, die is geblesseerd. Leipzig pakte het punt nog in de ultieme slotfase. 2-2 werd het na een penalty. Leipzig kon tot nog toe geen punten pakken en wil daar tegen PSG verandering inbrengen. De Duitsers starten als een wervelwind en al na 7 minuten is het raak. Een Nkunku met de 1-0.
Niet veel later gaat de bal op de stip voor Leipzig. André Silva zet zich achter de bal. Maar trapt binnen het bereik van Donnarumma. PSG knokt zich daarna in de wedstrijd en de eerste kans is ook meteen de goede. Een snelle combinatie door het midden, Wijnaldum maakt gelijk. Vlak voor de rust is de Nederlander daar opnieuw. Hij staat geen buitenspel en verlengt een kopbal van Marquinhos in doel. 1-2. Na de rust heel wat minder spektakel, tot in minuut 88. Kimpembe gaat op de rug van een Nkunku zitten. Tweede strafschop voor Leipzig. En Szoboszlai zet hem deze keer wel om. Het is 2-2. Leipzig pakt een cruciaal punt en nadert zo tot op 3 punten van Club Brugge. 3 punten, dat is dus het verschil tussen Club Brugge en Leipzig na 4 speeldagen. Over 3 weken, op 24 november, krijgt Club Leipzig op bezoek. En dat wordt dan superbelangrijk. Club mag dan niet verliezen tegen de Duitse vicekampioen. Anders dreigt de uitschakeling. Nog in de Champions League zet Liverpool zijn zegentocht voort. Het heeft thuis gewonnen tegen Atletico Madrid met 2-0. Liverpool komt op voorsprong na een kwartier. Jota kopt een voorzet van Alexander-Arnold binnen. Niet veel later is er Mané met de 2-0, opnieuw op aangeven van Alexander-Arnold. Liverpool heeft 12 op 12 met nog 2 wedstrijden voor de boeg. Is het al zeker van een plaats in de 8e finales en zelfs van de groepswinst. Ook Ajax blijft indruk maken. Het won bij Dortmund. Na streng rood voor Hummels moeten de Duitsers met zijn 10e voort. Ze komen nog op voorsprong met een penalty van Royce. Maar dan keert Ajax de situatie helemaal om. Ajax pakt een 1-3-zege. Het heeft zijn ticket voor de volgende ronde al beet. In het tennis liggen de Belgische vrouwen uit de Billie Jean King Cup, de vroegere Fed Cup. Ze hadden hun lot niet meer in eigen handen na winst tegen Wit-Rusland, maar verlies tegen Australië. Vanmiddag won Australië tegen Wit-Rusland en zo zitten de Australiërs in de halve finales. Voor Elise Mertens en haar teamgenoten is het avontuur voorbij. En dan boksen. Brons is het geworden voor Victor Schelstraete op het WK voor amateurs in Belgrado. Schelstraete kon zich bij de cruisergewichten niet plaatsen voor de finale. Hij verloor van de Braziliaan Keno Machado met 5-0. Hij was voor die kamp al zeker van een bronzen medaille. Meteen de eerste medaille ooit voor ons land op een WK voor amateurs. Victor Schelstraete maakte al indruk op dit WK boksen. De Gentenaar van 25 is al zeker van minstens brons, maar hoopt op meer. Zijn tegenstander in de halve finales is wel niet min. Keno Machado is voormalig wereldkampioen bij de jeugd en werd op de voorbije Olympische Spelen nog 5e. Beide boksers bekampen elkaar met open vizier. De eerste 2 ronden gaan vrij gelijk op. Schelstraete is het agressiefst, zet het meeste druk. Machado bokst meer behoudend, maar deelt wel de raakste klappen uit. De 21-jarige Braziliaan wint de eerste 2 ronden op punten. Schelstraete moet dus voor een knock-out gaan in de 3e en laatste ronde als hij nog wil winnen. Machado moet enkel overleven en ontwijkt vaak het gevecht. Wat onze landgenoot ook probeert, hij kan de Braziliaan niet echt pijn doen. Machado begint al te vieren nog voor de kamp erop zit. De jury geeft ook de laatste ronde aan de Braziliaan, waardoor het nog een klinkende 5-0-zege wordt. Schelstraete moet tevreden zijn met brons, maar dat is de beste Belgische prestatie aller tijden op een WK boksen. Ik ben daar zelf zeer, zeer trots op dat ik mezelf de eerste Belg mag noemen die een medaille haalt. Ik ben zeer vereerd hiervoor. Ik ben naar hier gekomen, gelijk elke Belg, als de underdog. Een land dat niet serieus wordt genomen. Dus alles is veranderd. Machado mag strijden om het goud en viert zijn finale plaats met een dansje. In het wielrennen blijft het werelduurrecord op naam staan van Victor Kampenaerts. De Brit Alex Dowsett probeerde om in een uur tijd verder te rijden dan de 55 kilometer 89 meter van Kampenaerts. Maar hij faalde. Op de piste in Mexico, waar ook Kampenaerts fietste, bleef Dowsett ruim 500 meter van het record verwijderd. Alex Dowsett trekt zich op gang voor een uur lang afzien. Hij kiest voor dezelfde piste waar Kampenaerts 2,5 jaar geleden reed, in Aguascalientes in Mexico.
De 33-jarige Dowsett, die het record in 2015 al eens in handen had, lijkt na 20 minuten een serieuze uitdager voor Kampenaerts te worden. Maar dan gaan zijn rondetijden naar omhoog. Hij ziet de grens van 55 kilometer steeds verder weglippen. Na nog rondelang afzien strandt Dowsett uiteindelijk op 54,555. Dat is 534 meter te weinig om het record van Kampenaerts af te nemen. Dowsett klautert uitgeput van zijn fiets. Geen record voor hem, maar hij is terecht trots op wat toch een bijna bovenmenselijke prestatie blijft. Everyone believed in me here and I believed in me and that's yeah the success is. That is as far as I can go, and I'm proud of that. I'm proud of myself. Ja, en die baby trok zich er allemaal niks van aan. Maar dat de prestigieuze record blijft dus nog even van Victor Kampenaerts. Heel fijn. Dankjewel, Katrien. Heksen. Officieel bestaan ze al 600 jaar, sinds de kerkelijke autoriteiten er teksten over schreven. En ze bestaan nog altijd. In Brussel maakte de universiteit ULB er een tentoonstelling over. Met 400 kunstvoorwerpen en documenten. Dit is het Malleus Maleficarum, een boek waar alles mee begon uit de 15e eeuw. Hoe herken je een heks door ze in het water te gooien? Als ze blijft drijven, is ze gewichtloos en door de duivel bezeten. Alle rechtsprocedures stonden er ook haarfijn in uitgelegd. Ce sont des hommes qui en fait étaient assez obsédés par ce que les femmes pouvaient bien faire de nuit et donc en fait ont écrit énormément de détails sur ce qu'était un sabbat. Et donc c'est beaucoup de fantasmes, hein. Je ne vous apprends rien, personne n'a jamais été témoin d'un sabbat. Maar het bracht een hetze tegen vaak oudere vrouwen teweeg in Europa. Tienduizenden werden veroordeeld tot de brandstapel. Dit is een vonnis van een heksenverbranding in Brussel. En het was vooral inspiratie voor fantasierijke kunst. De laatste verbranding was in 1734, maar de idee dat vrouwen door de duivels bezeten waren, bleef. Les femmes qui donc sont dérangeantes, qui sont toujours en colère, eh bien en fait, ça a été expliqué par des théories médicales et l'hystérie. Maar in de 20e eeuw keerde het tij. Heksen werden sterke vrouwen en ook mannen. La sorcière en fait est une figure de la marge et une figure donc de ces gens qui sont un peu différents, mais qui veulent vivre de manière indépendante et avec leur sexualité. Et donc c'est vraiment c'est une figure qui plaît beaucoup et qui est une grande figure de l'empowerment. Dan kijken we nog eens naar het weer. We hebben een wisselvallige herfstdag gekregen met buien die van noord naar zuid trokken. Ook vanavond en vannacht zijn er nog buien, vooral dan in het westen en het centrum van het land. Lokaal kan er ook nevel of mist ontstaan, bij minima tussen 3 en 8 graden. Morgen zijn nog een paar buien mogelijk, al zijn ze wel minder intens dan vandaag. En de wind waait matig, bij maxima tot 12 graden. Om coronapatiënten te verzorgen stellen sommige ziekenhuizen medische ingrepen uit. Daarmee begonnen we dit journaal. De stijgende coronacijfers hebben dan ook hun weerslag op de afdelingen intensieve zorg. En het UZ in Gent waarschuwt alvast dat ze covid-patiënten niet langer een voorkeursbehandeling kunnen geven. Ik wens u nog een mooie avond en ik zie u graag straks terug voor het late journaal met daarin meer over het Vlaamse klimaatplan. Zo zullen vanaf 2029 nieuwe auto's alleen nog elektrische auto's mogen zijn. Zo, bedankt voor het kijken. Tot ziens. De voorbije 2 weken hebben we de capaciteit van onze operatiezaal met ongeveer 10% moeten verminderen. En vanaf morgen gaan we naar een vermindering van de capaciteit met 20%. De grote meerderheid van de patiënten met COVID die op intensieve zorg terechtkomen, zijn nog altijd patiënten die eigenlijk met een eenvoudige prik dat hadden kunnen vermijden. We voelen terug eigenlijk de grote druk stijgen. En dit maakt nu eigenlijk dat we eigenlijk nu al tegen de reserve aanzetten. Het moet nog beginnen. Met de 14 Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.